Daar is baie min dinge wat werkelijk mooier is als de herfstavond onder die ooplig hier in die ou Kaap, waar die Suiderkruis soos 'n groot kosmiese horlosie die ure in sy sirkelgang stadig afmeet. Die suidelike halfrond se sterre is baie mooi as die van die noordelike halfrond. Neem nou maar die Suiderkruis, die mooiste en die helderste deel van die Suiderkruis, sien ons hier. Daarby die helderste sterre, waarvan Canopus een is, sien 'n mens daaronder, ook in die suidelike halfrond, daarby sterrebeelde, die belangrikste en die helderste sterrebeeld, die Suiderkruis, sien ons. Sam met sy twee getrouwe waghonde, Alpha en Beta Centauri. Nou, daarvan gepraat, Alpha Centauri, dit is nou die verste een van die twee van die Suiderkruis af. Nou, daar die Alpha Centauri is die ster wat die naaste aan die aarde is. Behalwe natuurlijk die son. Maar as het nou so van Beta Centauri praat, nou Beta Centauri, dit is nou die een wat daar so sit. Beta Centauri, as een mens na by hom kyk, dan sien een mens daar wat genoem word die juwelekussie. En daar die juwelekussie, as een mens hom bekyk deur een teleskoop, dan ontvou hy in een veelvoud van duisende sterre wat in alle kleure van die reënboog skitter en blink. Maar dit is nie net daar die sterre nie. Ons gaan verder. Wat sien die mens nog meer? Jy sien die Magelliaanse wolke, die nevels van Orion, en jy sien ook Sirius, die hondenster, wat helder blink. En dit alles onder die uitspansel hier in die suidelike halfrond by die Oukaap. Die aard en beweging van sterre is een baie interessante verskynsel en vereis heel wat kopkap om te ontleed. Dit het alles te doen met die beweging en die stand van die aarde. Nou ons weet, dat die aarde draai nou ons eerstens om sy eie as in die rondte. Nou daar die draai van die aarde om sy eie as, geef vir ons nou onder andere dag en nacht. Net so kom sterre ook in die aand op en gaan in die ochend onder. Mens sien hulle so half boe oor jou heen beweeg. Goed, as die aarde nou glad nie van plek verander het nie, dan sou een mens een ster, dieselfde ster, elke aand, op dieselfde plek, sien opkom het en sien ondergaan het. Maar nou is het nie so nie, want boem behalwe die feit dat die aarde dus om sy eie as draai, draai die aarde ook nog een keer op sy beurt al om die son in die rondte. Ons weet, een keer in 12 maanden draai die aarde reg rond om die son. Nou as gevolg van hierdie draai van die aarde om die son, kom een ster elke aand 4 minuten vroeger op. As een mens nou al hierdie 4 minuten wat de ster elke keer vroeger opkom by mekaar optel, dan is het naderhand so dat een ster saam met die son kan opkom en saam met die son kan ondergaan. Neem bijvoorbeeld die Orion sterrebeeld. In die midde somer, dan kom die Orion sterrebeeld recht in die ooste op en dan gaan hy in die weste onder. Nogal een handige ding om te onthou is een mens jou koers moet bepaal in die aand en die donker. Maar in die winter, dan sit een mens nou mos aan die ander kant van die son. Dan kan jy die sterrebeeld Orion glad nie sien nie. Maar om nog een bietjie verder te gaan, planete daar ten oor, in plaas van dat hulle, soos die sterre wat oorals reg rond om ons heen lê, al kante toe, lê die planete ongeveer in een plat vlak om die son. En in hierdie vlak swaai hulle teen verskillende snelhede reg rond om die son. Nou dit het vir die Grieke baie probleme veroorsaak, hulle kon dit nie verstaan nie. Daarom het die planetes planetos, oftewel swerwers, genoem. En ook het hulle gedink, omdat hierdie geheimsinnige planetes so kan swerf, het hulle invloed op ons lewe. En om hierdie invloed nou te verklaar, het hulle die planetes gang bekyk teen die sterrebeelde waaroor hulle nou dwars deur die jaar beweeg. Nou kyk ons nou mooi, dan lyk dit asof die planete, en dus ook die aarde, elke maand van die jaar teen die agtergrond van 'n ander sterrebeeld verby beweeg. Soos byvoorbeeld die sterrebeeld Virgo. En soos die aarde nou sy pad om die son vind en verder beweeg, gaan hy verby ander sterrebeelde, waarvan byvoorbeeld die sterrebeeld Libra een voorbeeld is. En die opvolgende sterrebeeld is dan die sterrebeeld Scorpio. En so kan ons maar aangaan. Nou die Grieke het vir elke sterrebeeld vir elke maand een naam gehad van 'n dier. En daar die versameling name
Die het hulle nou genoem die Zodiacos, oftewel die dierenriem. Nou, een ander ding wat die Grieken achtergekom het, wat nou baie interessant is. Hulle het gevind dat die son nou heen en weer met die jaar meer oor hulle koppe heen en weer beweeg. As het nou somer word en hulle het in die noordelike halfrond beweeg, dan beweeg die son vir hulle noord. En in die midde somer dan begin hy weer suidwaarts beweeg. En in die midde winter dan staan hy baie ver suid. En hulle het gevind, die akkurate meting, dat op die hoogtepunt van die somer, as die son nou die verste noord is, dan staan die son 23,5 grade noord van die evenaar. Evenaar 23,5 grade noord van die evenaar staan die son nou. Nou op daardie tydstip staan die aarde ook teen of achter met as agtergrond die sterrebeeld die kreef. En hierdie keerkring waar die son nou naartoe beweeg het en dan weer vandaan terug beweeg, dit word dan die kreefskeerkring genoem. Die omgekeerde geld vir die suide. As die son nou suidwaarts beweeg het, tot daar die keerkring waar hy nou vandaan omdraai, dan staan die aarde reg oor die sterrebeeld, die steenbok. En dus word hierdie keerkring om die aarde die steenbok keerkring genoem. En nou is daar een ding wat met al hierdie sterrewiggelarij en die verklaring van de mensen toekomst ten opzichte van die sterrebeeld wat mij nou pla. As ek nou my courant vandag uithaal en ek kyk nou my toekomstvoorspelling nou hier in die maand mei, dan sien ek dat my sterrebeeld, of die sterrebeeld van die maand mei, is nou Gemini. Nou, dis nou alles prachtig goed en wel. Dus as ek naar buitenkant toe gaan, dan moet ek die Gemini sterrebeeld sien. Maar gaan kyk ek, dan sien ek dat die sterrebeeld wat ons in werkelijkheid buiten sien, is die sterrebeeld Virgo. Dit betekent dat die sterrebeeld wat ons werkelijk buiten sien, en die sterrebeeld waar volgens die astrologen werk, meer as een maand uit pas is. Nou, hoe kan dit nou? Die rede hiervoor is dat die as van die aarde, die skynsas, kyk die aarde staan ons skyns, die skynsas van die aarde, die as bly nie constant nie, hy draai stadig in die rondte, baie soos 'n tol, wat in die rondte draai en wil omkantel, kyk. En die tol wil omkantel, nou so swaai die aardese kantelas ook in die rondte. Een keer elke 25.000 jaar ongeveer. Nou dit het tot gevolg dat die aardse positie met betrekking tot die sterrebeelde ook verskuiwe. Namelijk een maandse sterrebeelde elke 2000 jaar. Nou die sterrewiggelaars wat nou is my en jou toekomst op grond van hierdie positie van die sterrebeelde bepaal, doen dit dus nou eindelijk op grond van die stand van die sterrebeelde wat 2000 jaar gelede gegeld het. Nou ja, dit pla hulle nie en dan laat ons het maar daar wat. Wat interessant is, is om te gaan kyk na die sterrebeelde soos hulle om die noord en die suidpool ontvou. As een mens nou hier ergens op een punt in die suidelike halfrond staan en jy kyk noordwaarts, soontoe, dan kan jy een groot deel van die noordelike sterrehemel nie goed sien nie, en jy kan ook nie die noordpool sien nie, omdat die aarde se boepens in die pad is. Dieselfde geld as jy hier so staan, dan kan jy mos nou ook nie die suidpool sien nie, want ook weer eens is daai kromming van die aarde in die pad. Jy kan nie die noord en die suidpool sien nie. Wat een mens wel kan doen, is baie interessant. Ons kan nou die noord-suidas van die aarde verleng. As jy nou die aand buiten staan en jy kyk na die sterre, dan lyk dit asof die sterre vastgeplak is aan die hemelkoepel. So'n groot donker koepel wat al om jou heen uitstrek. En die sterre sit nou soos klein kolletjies daar vastgeplak. Waar hierdie noord-suidas van die aarde se verlengde nou die hemelkoepel sny, dit noem ons die suidelike hemelpool. So is daar ook 'n noordelike hemelpool. Nou is die mense in die noordelike halfrond is nou baie gelukkig. Hulle het dit nou so dat daar waar die noordelike hemelpool is, daar sit ook 'n baie mooi ster, wat hulle noem die poolster.
Hier in die zuidelijke halfrond is dus niet zo gelukkig, nie. Daar moeten ons nou maar die positie van die zuidelijke hemelpool bepaal met behulp van die Zuiderkruis. Nou, die hemelpool zit nou een eentje bokant die horizon. Nou, die hoogte wat hier die hemelpool bokant die horizon zit, daar die hoek wat de mens kan meet, is precies diezelfde hoek als die breedtegraad waarbij je staat. Nou, Kaapstad leidt nu 34 graden zuiderbreedte. Dus leidt die hemelpool 34 graden boven die horizon. Die Zuiderkruis is een beetje laar als 34 graden zuid. En bij Kaapstad kan een mens om dwars door die aand zien. Maar hier Johannesburg, wat nu een verdere 8 graden noordwaarts leidt, kan een mens een tijdje van die aand die Zuiderkruis niet zien. Nie, want dan verdwijnt hij onder die horizon. Nou goed, kom eens gebruik die Zuiderkruis om nou die positie van die zuidelijke hemelpool te bepalen. Als je nou je hand uitstrekt en je hebt je vier vingers nou bij elkaar, dan zal je zien dat je met je uitgestrekte arm je vier vingers mooi kan inpas langs die langas over die Zuiderkruis. Neem nou je hand en pas hem nou vier keer afwaarts naar die horizon toe. Vanaf die Zuiderkruis, vier keer afwaarts. Nou daar waar je hand nou ophou, net daar zit die zuidelijke hemelpool. Nou ons kan die Zuiderkruis nou ook als een horlosie en als een almanak gebruik. Als een mens dan gaan kijken naar die Zuiderkruis, dan zien de mens dat hij in 24 uur één keer recht rondom die zuidelijke hemelpool beweegt. Zo in een cirkelbaan om hem heen. Nou, een mens gaat niet de helft daarvan zien, want die helft is ongeveer nacht en die helft daarvan is dag. Dan kan een mens hem niet zien. Nie. Nou, onthou, hij moet dus nou één keer in rond te gaan in 24 uur. Ga een mens nou die avond van 15 mei om 9 uur buitenkant toe. Dan zal een mens zien dat die Zuiderkruis recht bokant die zuidelijke hemelpool staan. Kijk een mens 2 uur later, dan heeft hij 1 uur op die prentje aangeschuiven. Staan hij in die 1 uur positie. Onthoud nou, hij moet 24 spasierings en 12 indeel. Gaan een mens weer 2 uur later, kijk namelijk om 1 uur in die nacht, dan staan die Zuiderkruis in die 2 uur positie. Gaan kijken een mens om 3 uur, dan staan hij in die 3 uur positie. En kijken een mens om 7 uur in die ochtend, als die zon nou beginnen opkomt, dan staan die Zuiderkruis in die 5 uur positie. Maar met elke dag wat ons verder gaan, komt die Zuiderkruis nou maar 4 minuten vroeger op, als gevolg van die aarde wat nou om die zon beweegt. Oer 1 maand van 30 dagen komt die Zuiderkruis dus na 30 dagen 120 minuten, oftewel 2 uur vroeger op. Ga je dus om 15 juni die aand buitenkant toe, om 7 uur, dan staan die Zuiderkruis recht boek aan die zuidelijke hemelpool, recht om tijd te beginnen meet. Nou, op zo'n wijze is die Zuiderkruis dan ook voor onze almanak. 2 uur later daar die avond om 9 uur, dan staan die Zuiderkruis op die 1 uur positie. Nou, 15 juli, wat nou weer een maand later is, dan heeft die Zuiderkruis weer aangeschuiven en staan die om 9 uur die avond in die 2 uur positie. 15 augustus staan die Zuiderkruis om 9 uur in die 3 uur positie. 15 september in die 4 uur positie, enzovoorts. Zo kan ons dus die maand bepaald, dus net te kijken waar die Zuiderkruis staan op die 9 uur daar die aand. Nou, die Zuiderkruis zijn 2 getrouwe wachthonden, Alpha en Beta Centauri, volgen om al die pad als hij zo door die hemelruim wentelt. Nou, die een die naaste aan die kruis, dat wil zeggen Beta Centauri, is eindelijk die ster wat die verste van ons af weg is. 70 keer verder van ons af weg als Alpha Centauri. Nochtans lijkt het alsof hij even helder schijnt. Dit kan alleen gebeuren omdat Beta Centauri baie helderder brandt als Alpha Centauri. Om precies te wezen, 3000 keer helderder als ons eigen zon. Om terug te komen naar Alpha Centauri. Dit is nu die ster die naast aan ons zonnestelsel, dus ook aan die aarde is. En daar die ding leidt een baie interessante stukje Zuid-Afrikaanse geschiedenis opgesluit waarvan men mensen weet. Die eerste keer wat die afstand tussen die aarde en de ster bepaald is gedoen door een zekere Henderson in 1832 bij die oude Kaapse sterrenwacht. Nou, wat had hij gedoen? Hij heeft de methode gebruikt
wat aan landmeters bekend is en feitelijk elke dag gebruikt wordt, namelijk die methode van parallax. Wat doe je? Je korrel vanuit een bepaalde basislijn naar een ver af voorwerp waarvan je die afstand wil bepalen uit twee verschillende hoeken. En dan vergelijk je dit met die achtergrond. Kijk bijvoorbeeld naar die pen van mij. Dan kijk je eerst vanuit één hoek daarna. En dan kijk je vanuit de andere hoek daarna. Dan zie je nou dat die achtergrond wisselt. En als je hier die methode nou wil gebruiken, dan gaan we dus volgt te werk. Eerstens, stel onze basislijn vast. Dan heb je die lijn. Tussen punten A en B. Als je nou die afstand wil bepalen naar die punt C, hierboven, dan gaan we dus volgt te werk. Eerstens gaan staan ons bij A en dan meet ons nou die hoek naar daar die ver punt C van ons toe. Ons korrel dus vanuit A oor C naar punten in die achtergrond van C. En dan meet ons daar die hoek. Ons herhaal die proces vanuit punt B ook naar C toe. Dan het ons twee hoeken, zeg maar hier die een en daar die een. Die lengte van die basislijn AB is bekend. En met eenvoudige driehoeksmeting kan een mens nou die afstand van C naar AB berekenen. Maar omdat sterren nou zo geweldig ver weg is, heeft onze baie lang basislijn nodig. Henderson heeft nou die langste moontlijke basislijn gebruikt. Dit is die deursnit van die baan van die aarde om die zon. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft bij die Kaapse sterrenwacht gaan zitten en heeft op een bepaalde dag heeft hij die hoek wat Alpha Centauri maakt bepaald tegen die achtergrond achter Alpha Centauri. Hij heeft een half jaar gewacht en weer op precies diezelfde tijd weer eens die hoek bepaal. Nou, die aarde moest halfpad om die zon gezwaaien, niet waar niet? Goed, nou was die probleem makkelijk. Hij heeft de bekende basislijn, die deursnit van die baan van die aarde om die zon, 300 miljoen kilometer, die twee hoeken is accuraat gemeet, en hij heeft gevonden dat die afstand van Alpha Centauri naar die aarde of naar ons zonnestelsel toe 4 1/3 lichtjaar is. Nou, zelfs sterren en sterrenstelsels ver buiten ons eigen melkwegstelsel kan vandaag accuraat bepaald worden. Nou, omdat die afstand zo groot is, is het zinneloos om het in kilometers te proberen uit te drukken. In ieder geval wordt lichtjaren gebruikt. Nou, een lichtjaar is die afstand wat de lichtstraal in één jaar tegen een snelheid van 300.000 km per seconde trekt. Die Andromeda-stelsel, dat is nou een stelsel wat net in de noordelijke halfrond gezien kan worden, wordt berekend om uit 2 miljoen lichtjaren van ons af weg te wezen en uit 2 biljoen sterren te bestaan. Nou, die naaste sterrenstelsel aan ons is die Magellaanse wolkjes, wat bijna bij die Zuiderkruis ligt. Dit is ongeveer 110.000 lichtjaren van ons af. Een studie van die wisselsterren in hierdie stelsel is een van die belangrijkste navorsingsprojecten van die sterrenwacht in Sutherland. In die zuidelijke halfrond is daar 3 groot sterrenwachten. 1 in Australië, 1 in Chili en die Zuid-Afrikaanse sterrenwacht bij Sutherland in die Karoo. 4 telescopen met spiegelgroottes, wat wissel van 0,5 tot 1,9 meter, wordt hier gebruikt om die diepste geheimen van die buitenste ruimte te ontrafelen. Sterrenstelsels wat biljoenen lichtjaren van ons met ontzaglijke snelheden in die ruimte beweegt. Spectraalanalyses van onbekende en dikwijls helemaal onzichtbare voorwerpen. De structuur van die heelal. Alles is deel van die programma wat elke nacht bij Sutherland afgespeeld wordt. En hoe dieper ons die ruimte inkijkt, hoe verder kijkt ons terug in die tijd. Nou, als gevolg van die ontzaglijke afstanden zien we ons niet die sterren zoals ze nu lijken, maar zoals ze duizenden jaren geleden gelijken. Die lucht wat ons nu bereikt, is dikwijls miljoenen jaren geleden al uitgestraald in die tijd toen die heelal nog jong was.